Voor de tweede keer dit seizoen speelt onder 16 een kampioenswedstrijd. In de najaarscompetitie grepen de mannen van trainer Björn Zwicke net naast de titel. In de voorjaarscompetitie is FC Groningen opnieuw kampioenskandidaat en volstaat vandaag een overwinning tegen DCG uit Amsterdam. In de eerste helft is de spanning voelbaar bij de Groningers. Dat levert hier de eerste kans op voor de Amsterdammers. Maar de bal gaat gelukkig voorlangs. Onder toeziend oog van eerste elftalspelers Bjorn Meijer en Jan de Boer wordt er in de eerste helft nog niet gescoord. In de tweede helft begint FC Groningen sterk. Jesmerij Dillema schiet hier op de paal. Hoekschop dan van Jari Kolthof. Mark Hoekstra komt naar de eerste paal, kopt de bal in, maar de bal gaat op de lat. Inmiddels zijn er 80 minuten gespeeld en begint de tijd te dringen. De ruimte is er voor Lucas Nieuwenhuis. Hij behoudt het overzicht en daar is de treffer. Jari Kolthof schiet FC Groningen op voorsprong. Uitstekend uitgespeeld en de verdiende voorsprong. Maar DCG geeft zich niet zomaar gewonnen. Dit levert een vrije trap op. En een goal. Kolthof verlengt de bal ongelukkig in eigen doel. Komt er dan nog een winnaar? Deze hoekschop wordt slecht uitverdedigd. En dan valt de bal voor de voeten van Marco Speelman. Ja! 2-1, vlak voor tijd. DCG krijgt nog een kans op de gelijkmaker. Maar de bal wordt goed weggebokst door doelman Finn van Dijk. En dan is daar het laatste fluitsignaal. Onder 16 is kampioen en promoveert daarmee naar divisie 3. Best wel lastig om dat in één woord te omvatten, denk ik. Maar ik denk vooral, als ik het een woord zou moeten geven, ja, gekkenhuis. Is dat dan voor dit het beste woord? Ja, als je in de blessuretijd 1-0 voor, dan ben je denk je, oh, we zijn kampioen. In dezelfde minuut scoren ze 1-1 en dan is het nog een paar minuten te gaan. Dan hebben we nog een corner en dan schieten we die bal erin, wordt het 2-1. Maar dan krijgen hun ook nog een corner op het eind. En ja, dat is natuurlijk dat is zenuwslopend. Maar dat is wel een mooie manier om kampioen te worden. Ja. DCG zakt een beetje in. Dus wij probeerden een beetje daartussenuit te komen op middenveld en zo. Op een gegeven moment werden hun moe, denk ik, qua conditie. Wij hadden iets betere conditie. Hun konden niet meer belopen en wij maken er eerst één. Nou, komen nog 1-1 te staan door een, volgens mij is het een corner vrije bal. Vrije bal, dacht ik. Ja, dan maak je hem nog omdat wij alles vergaven. En dat heeft het verschil gemaakt, denk ik. Nou, ik denk dat dit soort wedstrijden voor hun ontwikkeling, dus het spelen onder hoogspanning, echte druk, ja, dat is wat ze nodig zijn om te leren. Nou, dus wat dat betreft was het misschien wel mooi geweest als we vandaag niet hadden gewonnen, want dan hadden ze volgende week nog zo'n wedstrijd gehad. Maar andersom is het ook wel fijn dat het nu gewoon klaar is. Ja.